Ik ben Suanne van theglobalschool.nl. En als travelvlogger heb ik reizigers van NoSun vragen gesteld die jij wellicht ook hebt. Hopelijk geven de antwoorden je een beter beeld van wat je te wachten staat tijdens de reizen en van NoSun. Veel plezier! Moet je alles elke keer met die groep doen? Nee, we hadden gelukkig waren we ook heel vrij. Dus we konden af en toe ook zeggen van nou, we gingen een stukje fietsen. We konden de hele fietstocht meedoen, maar je kon ook zeggen halverwege van nou, ik heb er genoeg van gehad, dus ik fiets weer terug en dan camping. Dat mag ook gewoon. Nee. Dus de keuze was een beetje aan jezelf van ga ik mee of ga ik niet mee. Ja. Dus natuurlijk is het fijn om altijd de tijd voor jezelf te hebben. Die mogelijkheid is er s'avonds keuze wel. Dus als je dat zou willen, zou dat, kan dat ook. Ja, je bent wel met een groepsreis en dan wordt het er wel een beetje bij. De 2 of 3 dagen dat je op één en dezelfde camping stond, had je genoeg vrije tijd om even een boekje te lezen of zelf een fiets te huren en zelf op pad te gaan, zodat je niet altijd van elkaar afhankelijk bent. Dat was echt ruimte genoeg. En ik vond het ook wel heel aantrekkelijk dat je best veel activiteiten hebt, maar ook veel vrije tijd. Dus je kan zelf even een boekje lezen of een rondje lopen. En je kan in die zin ook gewoon je reis best wel relaxed nog inkleden. Dus dat vond ik ook echt wel een van de dingen waarom ik voor NoSun heb gekozen. En dus dat was wel heel fijn. Je hebt wel echt de ruimte om ook inderdaad jezelf even de rust te vinden. En even, of met z'n tweeën wat te doen of dat soort dingen. Ja.